en de kijker. In de rubriek In de Kijker spreken we telkens met iemand die actief is op onze school en die we graag beter leren kennen. Deze keer maken we kennis met Brandon. Brandon is nog jong, maar hij is al heel actief in de filmwereld. Hij is acteur en speelt mee in vele toneelstukken. Hij is er dagelijks mee bezig. Je kan Brandon ook herkennen in tv-series, zoals Professor T. Brandon is niet alleen acteur, maar hij is ook regisseur. Dat wil zeggen dat hij aangeeft hoe alles in beeld moet komen of hoe acteurs hun prestaties op de planken nog kunnen verbeteren. Brandon is ook een man met veel talenten. Hij is ook dichter en schrijver, al gaat de meeste tijd vooral naar het acteren zelf. Al zijn ervaringen geeft hij graag door aan jonge kinderen in de vorm van woordatelier. Elke dinsdag komt Brandon na de schooluren naar onze school om de knepen van het toneelspel aan leerlingen door te geven. De leerlingen zijn dol enthousiast en weten heel goed wat ze van Brandon kunnen leren. Brandon heeft een heel erg drukke agenda, maar hij wou toch graag even tijd vrijmaken voor SJTV om enkele antwoorden te geven op onze vragen. Waar is voor jou het verhaal of jouw verhaal gestart? Mijn verhaal is eigenlijk gestart toen ik een jaar of 7 was. En ik deed allerlei soorten hobby's, voetbal, tennis, noem maar op. En dat was nooit echt mijn ding, dat lukte me niet. Tot ik een film zag met Tom Cruise, Risky Business, en ik dacht, oh man, dat is leuk, dat wil ik doen. En een paar weken later startte school terug, ik zat in het derde leerjaar, en ik zag zo'n kleine flyer voor de Academie van Borden, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En ik dacht, ja, ik wil gaan acteren. En dat ben ik blijven doen, zowel in professionele musicals als amateurvoorstellingen, noem maar op. Ieder jaar een paar voorstellingen gespeeld en nu geef ik les en regisseer ik het. En blij dat ik het even leuk vind als toen ik 8 jaar was. En je geeft ook les aan kinderen. Hoe verloopt dat? Goed, hoop ik. Dat is nu niet aan mij vragen, maar aan de kinderen zelf. Omdat ik denk, ja, ik kan wel zeggen hoe ik het vind, maar zij moeten het doen, zij ondergaan het. Maar het is ongelooflijk leuk om te doen. Om jonge acteurs te zien en zich te smijten in een rol, in een opdracht. En daar komen de grappigste, mooiste momenten uit. Echt, je zou erbij moeten geweest zijn, om het zo te zeggen. Je zou erbij moeten geweest zijn. Dat is alvast goede reclame. Dus je kunt dat koppel aan beelden. Ah, voilà. En heb je nog tips voor die jonge mensen die nu goed bezig zijn, maar die misschien later ook, net als jij, verder willen doorgroeien? Niet bang zijn. Dat vooral eigenlijk. Acteren gaat over niet nadenken, maar doen. En daar zijn een aantal regels voor uiteraard. Maar als je gaat van, oh ja, maar ik durf dat niet, want dan gaat er niks gebeuren. Durf gewoon te zeggen van, weet je wat, ik doe het. Ik ga een keer met een rare pruik en een veel te groot kleed op het podium lopen. Of ik zeg die vreemde tekst en we zien wel wat er vandaan komt. Want daardoor krijg je moed en lef en dat is de basis van iedere acteur. Alle acteurs die jullie kennen uit films en tv, die hebben allemaal enorm veel durf en lef. En mijn leerlingen ook. Iedere keer meer. Voilà. En dan een allerlaatste, misschien wel een hele gekke vraag. Shoot! Wil je een keer een scène kort van op je stoel spelen? Iets geks, iets onnozels of iets dramatisch, dat mag ook. Of... Maar je zit hier nu aan een bureau. Van een duf, dus ik ga ook zo iets. Zo, kijk maar. Amran heeft een onvoldoende voor wiskunde. Ik zal ze vinden. Amran! We wensen Brandon alvast veel succes met zijn acteercarrière. En we zijn blij en trots dat hij ook onze leerlingen wil helpen met hun toekomst.